Nou, we zijn er reds over, hè, Willem? We zijn eindelijk in Noord-Duitsland. Ja, Klein Hezel rijden we nu door. En we gaan naar camperplaats Hezel. Ja, zoiets. Ga rechtsaf Stelplaats... naar Dorfstrasse en hou dan links aan. Stelplaats Hezel weet niet. Grappig, heb je gelijk die Duitse bouwhuisjes. Ik vind dat er wel een mooie bouw trouwens. Nou, we zullen zien waar we terechtkomen. Wordt vervolgd, hè. Het is op zich wel leuk. Hè? Blauwe potjes gedoe. Kijk. Ja. Na 1,7 kilometer ga rechtsaf naar Keerstrasse. Van de camperplaats hier in Hezel. Daar kun je prima met de honden lopen. Kijk, een groot blad. Dat is een mooi pad. Kom je nou? Dus voor de mensen met honden is het ook prettig hier. Paadjes zijn nog niet buiten, maar die lopen eigenlijk vlak voor de campers. Ik weet niet of je daar in de struiken kunt zien, de achterstaande campers. Dus heerlijk hier. Hier heb je dus een stuk weiland, het is wel een beetje hoog gras, maar dan kun je de hond ook nog eventueel loslaten. Nou, dus het einde van het paadje hier zo linksaf gaat, dan heb je 4 supermarkten als je oversteekt. De apotheek zit in de buurt, de pizzeria. Dus alles is aanwezig wat je maar nodig hebt, denk ik zo. Ik ga straks rechtsaf en dan film ik nog wel even een stukje. Er zijn hier ook verschillende fietsroutes. Ik ben nu aan het einde van het pad en als je linksaf gaat, dan ga je naar de supermarkt. Wij gaan rechtsaf. Kun je een mooi rondje lopen met de hond. Nou, we lopen hier zo langs een typisch Duits huis. Dus ik had er wel een mooie degelijke bouw. En dan kun je hier ook nog linksaf. Kun je helemaal naar achteren lopen. Wij gaan gewoon recht door. Hier prachtige heg, rhododendrons. Dat is echt schitterend. Het ruikt ook heerlijk. Kan ik jammer genoeg niet weergeven. Nou, nog zo'n mooi huis erachteraan. Eind van het straatje heb je ook nog een hele mooie kerk. Voor de liefhebber. Oud kerkje. Nou, hartstikke leuk. En dan loop je zo de camperplaats weer op. Ik zit achter het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeinde. Wat een mooi plekje. Allemaal paardjes in de wei. Het is lekker weer. Zeg Trul. Ja. Ik zie dat je aan het koken bent. Ja, wonder hè? Ja, maar. Laatst al witlof. Ja, en nou. Wat maak je nou? Zwarma. Oké, maar wat heb je daar? Ik zag je in één keer met die pan. Wat heb je nou van handige pan? Uitje smoel. Hey. Ja, dit is gewoon een broodroostertje als het ware hè? Ja, en die kun je dan gewoon. Ja, die draai je dan om. En dan maakt hij de andere kant een beetje bruin als het goed is. Hoppa. Wat is er van merk dan? Weet ik veel. Oh. Ik kom toosie of zakkie kijken. Ik weet het zo niet. Ja. Maar je staat er wel op, moet ik even mijn bril pakken. Hoor. Ja, dan zie ik het. Zonder bril, dan ziet Trilby niks. Een Ridge Monkey. Ridge Monkey? Ja, Ridge Monkey.
Dat is een handig pannetje. Rich monkey. Hé? Ja. Handig ding. Ik ben er blij mee. Ik kan ook tosti maken. Kijk aan. Nou, als jij blij bent, ben ik er ook. Goed zo. Ja, jullie zullen denken, nou Willem, je was toch in Duitsland? Dat klopt, was. Want met mijn knie, dat ging me niet over. En rust was het enige goede en moest toch in naar de huisarts voor medicijn. Dus ik denk, nou dan gaan we maar weer naar Loosse Stee. Maar het mooie is, Pinksterweekend zijn we hier ook nog. En dan komt Erwin en Greetje, de travelers, die komen. Spanje is on tour, die komen hier ook nog met Pinksteren. En Martin en Anneke, dus het wordt weer een gezellige Pinksterring natuurlijk. Ik moet zeggen, na 5-6 dagen rust is de knie weer een stuk beter opgeknapt. Het fietsen is alleen nog een beetje moeilijk, dus Trobby die is nu naar de winkel toe. Want Willem zonder Pepsi Max, dat kan niet, hè. Dus Trobby die zegt, ik ga wel even naar de winkel en ik haal wel even 2 treetjes op voor me. Dus wel weer lief natuurlijk. Maar in ieder geval, de vlog die zal deze week dus denk ik niet zo lang zijn. Want ik heb niet kunnen wandelen of fietsen. En om de hele tijd met de film bij de camper, dat is ook niet... Ik denk niet dat jullie daarop zitten te wachten. Dus vandaar. Maar de vrienden zeggen, die zijn weer goed. Ja, hallo. Hallo. De hondenkar erachter. Ja. Met Gino, die is hier. Ja. Dus waar is zo'n hondenkar ook handig voor? Treetjes, blikjes halen, hè. Boodschappen. Ja, om boodschappen mee te doen. Ja. Nou, ideaal toch? Die hond die daar loopt, die dacht... Er zit een hond in, die ging snuffelen, maar ja. Ja, maar toen ik net de hondenkar erachter deed, dacht Gino ook van we gaan weg, maar zover is het nog niet. Maar je bent dus geslaagd. Ja. Nou, kijk al. We kunnen weer vooruit. En zonder brokken. En zonder brokken, ook dat nog met zo'n kar erachter. Dat is de eerste keer dat met zo'n kar erachter rijdt, niet? Ja. Dus, nou zet me neer en dan doe ik het wel in de garage. Zeg Tro. Ja. Ik moet hem zeggen dat jij heerlijke tosti maakt. Ja, hè? Ja. En dat met die pan? Met Rich Monkey. Geweldig. Hamkaas, heksenkaas doe ik erop. Ja, het smaakt goed. Ja, dat ging je was goed. Neem een kijk. Ja, alles ligt ondersteboven. Moet je weer opnieuw wassen. Zo. Bekijk je het maar. Zet rechtop. Hier is de camperplaats. En dan ga je in de trein af. En je loopt hier zo mooi door naar achteren. En dan kan je wandelen, zoveel je maar wilt. Ik was een beetje raar bezig. Ik denk, ik ga rond het meertje en ik film het en ik ben terug. En ik ben helemaal die camera vergeten, dus we gaan nog een rondje. Jullie zullen het zien. Ik ben eigenlijk naast de camperplaats. De volletje. Het pad. Op het eind kun je omhoog, dan loop je op Van Hart, fietspad. Je kunt ook gewoon langs het water blijven lopen. Hé hey Gino. Ja, 2 rondjes van de zaak. Zie je rechtsaf gaat. Bij dit bord. Dan kan je om 2 andere meren heen lopen. Dat is een hele tippel. Ga je hier gewoon het paadje volgen. Kun je hier omhoog en dan kom je op het fietspad. Daar heb ik net gelopen. Aangezien dit tweede rondje is, kom maar Gino. Gaan wij
gewoon langs het water blijven lopen. Ik loop echt vlak langs het water. Echt hartstikke mooi. Ja, zoals je ziet, het is een heel lang pad. Slingen allemaal langs het water. Het water lijkt zwart, maar het is super helder. Dus, en Gino weet de weg ook terug. Hé, Gien? Nou, als je van het fietspad weer naar beneden wil, dan kom je er hier weer in. En dan vervolg je zo de weg rond het meer. Dan zijn we bijna rond geweest en de rest kom je weer bij de weg. Naar de camperplaats toe. Heet Jini Pini. Ja, lekker hè, dubbele wandeling. Op je 12-jarige oude dag. Hier kom ik het bos weer uit. En het staat hier bij het bord, dus je kunt ook van deze kant er natuurlijk in. Daar ga je naar de grote weg. Of grote weg, doorgaande weg, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is huis van de uitbaters van de camperplaats. Janne en Gert. Familie Baas. Nou, we staan altijd met veel plezier. Van de familie. Een schat van de hond hebben ze. Die niet op de camperplaats komt. En hier de Shetlander en de pony. En de schaapjes met de nu al wat gegroeide lammeren. Dan lopen we zo terug naar de camperplaats. Nou, is die hond verwend of niet? Ach man. Kijk. Anders maak ik me weer zorgen dat hij niet eet. Hij eet zo moeilijk, maar als je hem voert, dan eet hij wel. Dus ja, hij is gewoon verwend. De ene dag eet hij wel, een andere dag. Dat is lekker waar. In de hondenvoer graaien. Maar zo is het nog van Volthoom hier, hè? Heerlijk, hè? Nog niet? Zalig, help op de grond. Maar bij deze sluit men de video af. Hij is wat korter dan normaal. Maar ja, dat komt door mijn ouderdom. Knie. Laten we daar maar op houden. Dus, het takelt gewoon af, joh. Ja, dat is volgende week. Dan is die hopelijk weer wat langer, de video. Ja. Zo zeggen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Duimpjes. Is gratis. Abonneren is gratis, ja. Duimpjes zijn we helemaal dol op, natuurlijk. Ja. En ze zeggen, tot de volgende. Doei. Tot de volgende.